Dit is Smaakmakers. Mijn naam is Segert van der Linden. Leuk dat je luistert. In dezelfde moeite heb ik ook een hele grote braadpan overgenomen. En weet je wat je daar heel goed in kan leggen? Asperges. Ja, nee, maar dat toch niet doen. Barbecue, rum, de Filipijnen, suiker, een aspergepan en broodbakmachines. Ja, dat komt allemaal voorbij in deze aflevering van Smaakmakers. Je hoort het weer, het gaat alle kanten op. En eerlijk is eerlijk, dat is bijna altijd zo als ik afspreek met Suzanne Arets. Van tevoren bedenken we wel een beetje van, nou, we willen het daar even over hebben. En we willen het daar even over hebben. Maar uiteindelijk het gesprek, dat gaat alle kanten op. Zolang het maar gaat over lekker eten en drinken. Dat is belangrijk. Zo ook dus vandaag. Suzanne en ik spraken elkaar een kleine week na de presentatie van haar zesde boek alweer. Dat boek is trouwens te krijgen in de winkel. Check eventjes de linkjes in de show notes. Het heet Barbecue Tijd en het is te gek, kan ik je vertellen. Daar gaan we het natuurlijk over hebben, over die presentatie. We gaan het hebben over haar reis naar de Filipijnen. We gaan het hebben over rum. Genoeg om lekker voor te blijven luisteren. Ik wens je heel veel plezier. Smaakmakers en Suzanne. Ze zit tegenover mij. Dames en heren. Niet zomaar een vrouw. Inmiddels, gevierd kookboekenschrijfster. Mag ik haar rekenen tot de top van de culinaire journaal? Nee, mag ik je nu gaan inbreken? Doe normaal. Serieus? Nou, kom op zeg. Schrijfster van niet één, niet twee, niet drie. Ja, ik ga het afmaken hoor. Nee, niet vier. Niet vijf. Maar zes kookboeken. Jazeker. Suzanne Arets. Goedemorgen. Goedemorgen. Godsamme, ik word hier echt een soort van... Word je hier ongemakkelijk van? Heel ongemakkelijk van. Goed. Heel ongemakkelijk. Nou ja, het is allemaal wel... allemaal waar, maar het is wel een beetje... bedoel, je zesde boek is net uit. Ja. Dat bedoel ik. Ja. Iets minder dan een week geleden zagen we elkaar ook. Ja. In een koude, natte... restaurant. Scheepsloos. Ja, goed, dat zo meteen. Even heel kort de disclaimer. Ik heb een klein hoestje her en der. Dus als je tijd zit te luisteren en denkt, de hoest wat, dat ben ik. Sorry. Het is de laatste naweeën van de winter. Die hebben we dan achter ons gelaten. Hebben we het maar gehad. Hey, zoals ik zei. Het is nu maandag. Afgelopen dinsdag ging ik naar Amsterdam. Pontje over. Verkeerde pontje gepakt. Gelukkig kon ik er nog snel af. Net op tijd. Goeie pontje gepakt. En dan loop je dus door Amsterdam-Noord. Ik zat op een gegeven moment wel van... waar ben ik in vredesnaam? Om me heen allemaal, allemaal schepen. Van die grote containerschepen, kranen. Ik dacht, wat ga ik hier doen? En toen bleek het jouw boeklancering te zijn. Jazeker. In een restaurant, daar ergens, tussen de schepen. Klopt. Hoe kom je op zo'n plek? Even heel kort. Ik had het gezien... voor een event waar ik zelf niet naartoe kon... omdat ik toen nog mijn enkelbanden gescheurd had. En daar had ik zoveel spijt van toen ik alle foto's zag. Ik heb niet heel snel last van FOMO, maar toen dacht ik wel... oh, daar had ik bij willen zijn. En toen ben ik ze gaan bellen en gaan vragen... Ik ga mijn barbecueboek lanceren en ik zoek een vette locatie. Verhuren jullie die ruimte beneden? Ja. Dat deden ze dus, want daar waren we. Ja. Ja, en dat is omdat het heel industrieel is. Het is rauw, er zit een randje aan. En dat is, heel goed. Het past ontzettend goed bij het barbecue. Ja, ik denk dat het helemaal 100% was als het lekker droog geweest was. Het was natuurlijk een beetje zeikweer. Ja. Je had het beter een beetje later kunnen doen. Als ik nu buiten kijk, denk ik, morgen had het wel lekker geweest. Maar achteraf is het rustig wonen. Dus weet je, daarom. Barbecue kan het hele jaar wat mij betreft. Dat is dan wel weer een mooie, dat heb je nog weer bewezen. Precies. Want jij nieuwe boek is er. Ja. Eindelijk. Ja. Barbecue tijd. Ja. Die hebben we gelijk woensdag even doorgenomen. Ze even lekker erin zitten lezen. Ze even zitten bladeren. Het is wel weer echt een Suzanne Arets boek. Natuurlijk. Ja. Het is barbecue of Suzanne Arets. En dat betekent volgens mij, en correct me if I'm wrong, dat het is stoer. Zonder dat macho, stoer, smoky goodness. Brrr, mannenvlees. Gewoon stoer. Ja. Maar wel heel toegankelijk. Nou, dat is heel veel recepten. Pijker op z'n kop. Ik denk als ontzettend amateur, mooi weer barbecuer, denk, dat kan ik ook wel. Dat lijkt me ook wel wat. Serieus, het mooiste compliment wat je kunt geven, want dat is precies wat ik met het boek wil. Ik wil weg van de stereotype barbecuer, stereotype barbecue boek.
Zonder overigens mijn eigen voorbeelden, waaronder Smoky Goodness, tekort te doen. Ik chargeer hem een klein beetje, ja, je snapt het. Maar dat heb ik in het voorwoord ook gedaan en met reden. Want deze mannen staan natuurlijk wel altijd bijna brullend op een cover. Juist. Met een half koe in hun handen. Exact. Ja. En die hebben daar een hele goede markt mee aangeboord. En mij ook zover gekregen. Alleen, ja, dat is niet wie ik ben. Nee. En ik hou niet van... Een halve koe. Van, nou ja, ik lust ook wel een stukje koe. Maar ik ben niet van het brullend op een cover staan. En het is niet mijn stijl. En nee. Ik vind dat je heel erg dicht bij je eigen stijl moet blijven. En ik ben ook gewoon in de basis vreselijk lui. Dus ik ga echt niet 3 dagen op een barbecue staan wachten totdat die klaar is. Nee. Ben gek. Nee, en het is juist ook zo leuk, want inderdaad... Nou ja, laten we hem even noemen als voorbeeld van inderdaad het grootste barbecue. Hè? Ja. Jort Althuis hebben we natuurlijk over, Smoky Goodness. Hij staat in de quote op je boek. Ja, hè? Dus, super lief. Credits aan hem. Maar voor mij inderdaad als huistuin en keuken mooi weer barbecue, ja. Denk ik vaak bij dit soort dingen, nou, ja. Ik gooi weer een paar satéetjes op de grill, weet je wel. Ja. Nou, en als ik jou zover kan krijgen dat je die satéetjes flipt en met een recept uit het boek aan de slag gaat, dan heb ik... Echt mijn doel bereikt. En ik denk dat kan. Ja, ja exact. Ja, want ja. Dat is ook hoe ik in elkaar zit. Ik hou echt wel van een keertje uitpakken, maar daar koop ik geen boek voor. Nee. En heel eerlijk gezegd heb ik dit boek gewoon voor mezelf gemaakt. Omdat ik een verzameling wilde van recepten die ik wel heel graag maak en die ik met regelmaat maak. En die lekker zijn en niet te veel gedoe. Maar ja, weet je, barbecue is gewoon zoveel meer dan alleen maar een satéetje flippen of een speklapje erop. Ja. Of het of uiterste. De andere kant. Ja, en er zit een gulden middenweg tussen. En dat is wat ik zo graag wil laten zien. Ja. Omdat ik inderdaad denk dat er grosso modo meer mensen zijn die in de tussencategorie vallen dan in... Of de high-end of de low-end versie van het spectrum. Nou, wie weet. Ja, ik denk dat die burger die ik dinsdag gegeten heb... Die zou ik wel maken, hoor. Lekker. Vond ik een hele goede burger. Die Koreaanse burger, hè? Ja, maar ja. Die is... Dat is denk ik nu al de samen met de ananas van de barbecue... de winnaar uit het boek. Ja, dat snap ik ook wel. Omdat die... het is in feite gewoon een burger. Alleen dan wel op mijn manier. Het is, ja, en het is heel... hoe zeg je dat? Speelt heel erg in op al die dingen die goed. Het is vet, het is snel, het is makkelijk. Kortjong is god. Dat ook dat. Het heeft een kleine twist, weet je wel. Ja. Het is even net anders, maar het is nog wel zo herkenbaar dat je denkt, oh ja, dat doe ik normaal gesproken ook op de barbecue. Precies. En dat is precies ook wat ik wil laten zien, is dat als je een paar kleine aanpassingen doet, dat je het net een niveautje omhoog trekt. Zonder dat je daar een half koe voor hoeft te jagen. Of weet ik veel. Allerlei andere moeilijke dingen. Eend hoeft te plukken. Ja, precies. Er staat trouwens wel een heel goed recept voor eend in ook. Ja. Ook dat. Ja, en dat enige rechtje dat ik miste dinsdag. Wat ik niet, het was er wel, maar het was steeds op als ik naar de barbecue liep. Het was de pizza met... Met de oesterzwam. Met de oesterzwam, ja. Dus, dat is ook wel een... Toffe om te laten zien dat je meer kunt op een barbecue dan vlees. Ja. En je krijgt toch de vibe van shawarma. Want de kruidenmix die ik heb getoverd, weet ik veel. Die uit je smaakluikjes kwam. Nou ja, weet je, die je zelf gewoon kunt samenstellen... heel makkelijk met kruiden die je altijd in huis hebt. En oesterzwammen zijn gewoon fantastisch... om ook op de barbecue te gekke dingen mee te doen. En zo kun je met heel veel meer groenten sowieso dat is echt dat was voor mij 2 jaar geleden zo een ontdekking inderdaad hoeveel je met groenten kan met inderdaad een bloemkool staat ook een goed bloemkoolrecept en volgens mij bloemkool doet het goed kool grillen spitskool grillen dat is lekker joh dat is te gek dat is zo goed echt te gek en dat kan ook gewoon in een grillpan trouwens hè? Als je je barbecue niet aan wil steken maar met de barbecue is het altijd net dat ene stapje weet je rook en vuur geven gewoon smaak dat. En dat is iets ondefinieerbaars waarom dat nou zo extra lekker is. Maar het is gewoon zo. Ja, juist. Nu, dit was je laatste deadline, hè, voorlopig? Van dit jaar. Ja, van dit jaar. Ja, oké. Ja, ik vind het heel even mooi geweest. Ik hoef niet verder te tellen zo meteen. Nou, weet je, dit boek is het resultaat van 2 boeken in 1 jaar schrijven. Ik heb wel inmiddels een klein lijstje van Never Ever Again... 2 boeken in 1 jaar mag daar eigenlijk wel soort van met stip op. Is wel klaar.
Ja. Het is, barbecue boeken schrijven is echt een ander spel dan borrelboeken. Mm-hmm. Hoezo? Omdat je met temperaturen werkt. En je dus met de onvoorspelbaarheid van... eigenlijk hoe mensen omgaan met een barbecue ook te maken hebt. En dat moet dus gewoon waterdicht kloppen. Ja, zo ja, ja. Dus dit zijn recepten die, ja, die moet je echt uit en te na testen. Je moet heel goed opschrijven hoe het qua temperatuur werkt. Ja. Dus er staat ook bewust een barbecue for dummies hoofdstuk in. Omdat ik mezelf daar echt een aantal jaar geleden ook toe behoorde. En ik kon nergens in lekentaal uitgelegd vinden hoe dat nou werkt. Ja. En ik wil heel graag dat mensen ermee aan de slag gaan. Dus dan moet je echt heel goed uitleggen hoe... Nou ja, hoe ga je om met temperaturen en met rook en met vuur? En wat doe je wel en wat doe je niet? Ja. Dus dit boek heeft wel iets meer vereist iets meer werk, het borrelboek. Ja. Ja. En dan bedoel je temperaturen, dan bedoel je dus temperatuur van de barbecue. Ja. Maar ook temperatuur van bijvoorbeeld vlees. Klopt. Ja, dat was voor mij ooit de openbaring toen ik eindelijk eens een keer een biefstuk goed kon bakken. Waarom werkt dat? Ja, omdat je er een thermometer in steekt. Ja, en nou, er is niks zo smerig als dat je een heel lekker recept hebt gemaakt wat daarna niet gaar is. Juist. De andere kant op. Met biefstuk was dat bij mij altijd de andere kant op. Dat je hem dan snijdt en dat je denkt, oh ja. Absoluut. En ook dat is iets wat je leert door het vaker te doen. Ja. Want je krijgt echt wel gevoel voor hoe lang je een stuk vlees of een kip of wat dan ook erop legt. Maar voor iedereen die het niet snapt, moet het er wel echt heel duidelijk in staan. Ja. Ja. En dan blijft er nog steeds het risico dat mensen denken dat ze het goed gelezen hebben en dan nog steeds de mist ingaan. Iedere barbecue, net als iedere oven, is anders. Ja. En de manier waarop je ermee omgaat is anders. Het hangt al af van welke kolen je in je barbecue stopt. Of je het resultaat krijgt wat ik in het boek opschrijf. Ja. Dus je moet wel echt zoveel mogelijk scenario's uitspelen om te zorgen dat de grote gemene deler is dat het allemaal lukt. Dat het klopt en dat, dat iedereen het goed doet. Ja. Ja. Wat hoop je nou met dit boek? Ik hoop vooral ook echt dat heel veel meer vrouwen nu gewoon achter de barbecue kruipen. Het is toch nog steeds een mannendomein. En ik had vanmorgen een interview met een mooi blad. En die zeiden van me, waarom is dat dan? Ik zei, ik snap het dus niet. Want als je even terugkijkt naar de oertijd. Ja, dat vond ik een mooie. Dat werd even verteld. Ja, de mannen gingen jagen, maar de vrouw staken het vuur aan. En die bereiden wat opkwam. Allemaal, Dus even, hoezo oerman? Ja. Nee, ik hoop echt gewoon dat ik de drempels weghaal voor een heleboel mensen die wel willen, maar niet weten hoe. En dat ik laat zien dat het gewoon zo ontzettend leuk is. En dat je... Weet je, barbecuen doe je namelijk altijd met vrienden en familie. Ja. Dus het is al per definitie geslaagd omdat je de leukste mensen hebt uitgenodigd om te komen eten. De meeste mensen doen het ook nog eens als het mooi weer is. Scheelt ook een hoop, ja. Nou, daar wordt iedereen gelukkig van. En als je dan je repertoire kunt uitbreiden met een deel van de recepten die ik heb bedacht voor je. Ja, ik vind dat te gek. Ja. Ik hoop echt oprecht dat dat is wat ik teweeg kan brengen. En ik hoop echt heel veel foto's te zien van gerechten die gelukt zijn. En op welke barbecue je dat doet, is me echt een... Ja, dat interesseert niet. Dat is ook waarom in het boek vooral heel veel recepten staan die op iedere barbecue kunnen. Kijk, wil je met de warmte van een barbecue, dus niet met de hitte van de kolen, maar het ovenprincipe wat je krijgt als je indirecte warmte creëert, daar heb je een Kamado voor nodig. Ja. Dat kan gewoon niet. Nee, met, mijn Weber-kogeltje houdt die warmte niet vast. Nee, nou ja, goed, er moet gewoon een hitteschil tussen de kolen en het rooster zitten. Hou je van stoven en lange, slowe gerechten, dan is dat... Ja, daar heb je gewoon een Kamado voor nodig. Maar voor alles waar je gewoon directe warmte voor nodig hebt, daar hoeft geen dure barbecue voor in je tuin te staan. Ja. En ik ben heel blij met de mijne, maar het is geen noodzaak. Het is geen must. Nee, dat kan op... Weet je, al giet je een gietijzeren kist vol met kolen, je steekt die aan en je doet daar een rooster graag over. Een gat in de grond, als we het even hebben over oermensen. Nou ja, dan, voor directe hitte heb je geen fancy smancy spullen nodig. Nee. Dus... Ja, ik hoop vooral dat ik mensen kan laten zien dat het gewoon zo ontzettend leuk is. Ja. Gaat zien? Ja. Gaat doen? Ja. Gaat vooral doen. Ik niet hoop zien, het. Doen. Vooral. Doen. Heel goed. Doen. Hey, vorige keer was ik hem vergeten. Weet je het nog? Ja. Zeker. Alles bij me. Een hele studio opgebouwd. Ja.
Man, man, man. Helemaal vergeten, maar nu heb ik hem bij me. Ja. Het potje. Het potje. Het potje met de vragen. Hij zit wel weer voller. Ja, ik heb wat ik vorige keer zei, ik heb er wat dingen bij gedaan. Ik heb er wat bij bedacht. Als jij nog vragen hebt en je denkt, nou wat leuk, ik wil wel eens wat toevoegen. Dat mag altijd. Let's go. Alle reactiemogelijkheden staan bij de podcast, dus let me know. Oh, dan mag ik er weer eentje pikken, ja, begin jij gewoon eens even lekker. Neem ik, nee, ik ga geen eitje eten. Nee, er staan paaseitjes op tafel. Ik dacht, neem ik nu mijn eitje. Ja, ik doe geen koekjes meer. Ja, want, hou op. Ik kan geen koekje meer zien. Het koekjesverhaal is een beetje uit de hand gelopen. Ja, die liep een beetje uit de hand. Ja. Wat eet je het liefst op een gure herfstdag? Oh. Nou, ik ben vooral heel blij dat die dagen een soort van achter ons liggen. Hou op. Ik denk dat jij wel weet wat ik ga zeggen. Zuurvlees. Of soep. Soep, ja. Soep, hè? Ja. Suzanne Soep Arets is een beetje my middle name inmiddels. Volgende boek voor het soepboek. Nou. Misschien voor deze winter. Dat je voor deze winter nog even een soepboekje schrijft. Nee, ik ga geen boek meer maken. Snel. Schij uit. Ah joh, je hebt van de zomer vast een paar tijd. Een paar middagen. Hoe vermoeid is dat nou, een boek schrijven? Dat kan wel. Het een andere keer over hebben. Soep is wel echt mijn lievelings. En stoof. Alles stoof, soep. Ja, alles uit een kommetje met een lepel. Ja, dat is denk warm. Ik. Warm. In de kom. En net wat je kan lepelen, daal of zo. Ja. Daal is dat. Ja, maar het zegt daal is jouw. Dat is mijn grote ding. Ja, absoluut. Ja. Dan mag jij de volgende. Mag ik de volgende doen? Ik heb hem. Wat is je grootste miskoop in de keuken? Wow. Gerecht. Nou ja, gerecht, ingrediënt of apparaat. Oh man. Ik denk dat ik eerder te weinig plek in de keuken heb dan dat er dingen staan die ik niet gebruik. Je hebt vast wel iets gekocht waarvan je toen dacht, oh, dat is handig. Zal ik de mijne noemen? Ja, begin maar. Dan denk ik eventjes na. Ik heb hem overgenomen van een goede vriendin van mij. Toen zij gingen verbouwen. Een aspergepan. Oh, maar die is fantastisch. Echt. Ja, maar ik heb in dezelfde moeite heb ik ook een hele grote braadpan overgenomen. En weet je wat je daar heel goed in kan leggen? Asperges. Ja, nee, maar dat toch niet doen. Want de kopjes worden dan te zacht. Ik heb hem inmiddels alweer naar de kringloop gestuurd. Gebruikte hem nooit. Ik gebruik hem dus echt heel veel. Alhoewel ik ze nu ook wel vaak stoom. In de stoomoven. In de stoomoven, ja. Dat is ook wel lekker. Ik weet overigens wel wat mijn grootste miskoop is geweest. En dat, in de categorie een ezel stoot zich toch wel vaker dan één keer. Heb ik die twee keer gekocht. Omdat ik de tweede keer dacht, ik ga hem echt gebruiken. Ik ga echt doen. Ja, ja. Een broodbakmachine. Oh, ja. Kansloos. Ja. Kansloos. Ja. Echt. Nee, dan moet je gewoon... Ik heb die ooit een keer ergens gewonnen. Met een van de tombola of zo ergens. Gewonnen we een broodbakmachine. Ja, ik denk dat we het 5 keer gedaan hebben. Nou, ik denk wij ook. En het wordt nooit zo lekker als dat je gewoon naar een goede bakker gaat. Het enige voordeel dat je hebt, is dat je 's ochtends vroeg wakker wordt. En dat je huis naar... Als het goed gaat, ik bedoel, het gaat ook wel eens mis. We hebben het ook wel eens gehad dat er gewoon nog een hond deeg in de ding zat. Maar als het goed gaat, dan word je wakker en dan ruik je huis naar vers gebakken brood. Ja. Dat is het enige voordeel. Maar dan stop ik wel croissantjes in de oven. Ja, nee, ben je eens hoor. Ben je helemaal eens? Ja. Nee. Alhoewel ik wel heb besloten dat het op mijn bucketlist komt om toch met een desemstarter aan de slag te gaan. Ja, ja, maar dat is omdat ik geen deadline meer heb. Ja, en ik zie in één keer kansen om toch dingen te gaan doen waarvan ik altijd heb geroepen, ga ik nooit doen. Maar ik vind het er zo tof uitzien bij iedereen. Ja, ik ook. I love deze brood. Ja. Dus wie weet. Ja, wie maar weet. Een broodbakmachine, ja. Het is ook een onding. Het is echt best een groot ding. Je krijgt vierkante broden eruit. Het slaat helemaal Het is echt heel lekker. Ja, vrienden van mij hebben er een. En die gebruiken hem echt heel veel of zo. En die, je vergat het dan weer. Nee, de enige die ik wel heb gehad en die ik terug heb gegeven, daar heb ik wel spijt van, is een ijsmachine. Oh ja. Ja. Want er is toch echt niks lekkerder dan zelfgedraaid ijs. Ja, ik heb zo'n bak die je dan in de vriezer moet doen. Dat, prima. Ja. Maar inderdaad, een echt goede ijsmachine, dat is zo. Die staat echt nog wel... Maar misschien is het ook beter om hem niet te hebben gezien het feit dat je dan gewoon heel veel ijs gaat eten. Je gaat heel veel ijs maken. Mijn moeder heeft er zo eentje. Echt zo'n hele goede, weet je wel. Die je net gewoon aanzet en dan gaat hij aan de gang. Ja. Ja, en dat is natuurlijk het feest voor mijn kinderen. Want oma Inge maakt altijd ijs. Ja. Dat is heel fijn. Ja. Nou, je krijgt ook gekke dingen. Want mijn moeder maakt dus zelf ijs. En het favoriete ijs van mijn oudste zoon dat mijn moeder maakt is rozenwater saffraanijs. Oh, wauw. Dat is fantastisch ijs. Echt heel lekker. Stonden wij van de zomer bij een ijssalon. Nou, Lennart, wat voor ijsje wil je?
Hebben jullie ook rozenwater safraan ijs? Gaat ze een beetje van vijf? Nee, doe maar smurfijs. Die hebben ze niet. Dus toen werd het toch smurfijs, ja. Goor. Ja, heel goor, maar hij wil hem altijd, ja. De volgende. Naar welk land zou je graag een culinaire reis willen maken? En ik weet dat we ooit een hele lange reis over de wereld hebben gemaakt. Maar ik ga daar nu toch de Filipijnen aan toevoegen. Kijk. En die had ik de vorige keer bruggetje. Niet. Ja. Ja. Want ja, ik ben daar geweest in maart. Een week op uitnodiging. Nou, echt, kan je vertellen dat je leven af is als je die uitnodiging krijgt. Ik ben niet jaloers geweest. Helemaal niet jaloers geweest. Ik snap het. Nee. Ik zou het ook zijn. En ik wil met terugwerkende kracht gewoon daar nog een week aan vastplakken. Want het was echt fantastisch. Even los van het feit dat een persreis altijd naar een mooie bestemming te gek is. Maar de Filipijnen is toch wel echt een bijzonder land. Vertel. Het zijn 7000 eilanden. Ja, dat is al heel dus wat. Dus je kunt niet zeggen het is één land. Maar de culinaire historie van dit land is zo uitzonderlijk. Die wist ik niet. Mm-hmm. Dus dat vond ik al een verrijking van mijn kennis om daar veel meer over te weten te komen. Filipijnen zijn honderden jaren bezet geweest door de Spanjaarden. Ja. Yeah. Niet altijd even vriendelijk en goed voor de lokale bevolking. Nee, dat geloof ik gelijk. Ja. Maar dat heeft heel erg zijn sporen nagelaten in het eten, in het taalgebruik, in de religie. Want ik heb nog nooit zo'n katholiek land meegemaakt als de Filipijnen. Echt om de 100 meter staat een kerk. Maar daarna zijn ze bezet geweest door de Amerikanen. Tot de Tweede Wereldoorlog. Oh, ook nog. Dat heeft er onder andere in geresulteerd dat om de 100 meter een basketbalveld ligt. Er fantastisch Engels wordt gesproken. We waren onder andere in Manila. En dan is het alsof je in New York loopt. Want de opbouw van de stad is in blocks. Oh ja. En zelfs de straatbordjes zijn groen. Nee joh. Dus ik had echt af en toe het idee van ik loop gewoon midden in Manhattan. Ze hebben ook helaas heel veel fastfood meegebracht. Ieder Amerikaanse keten is te vinden in ieder eiland, op bijna ieder eiland van de Filipijnen. En het is een Zuidoost-Aziatisch land. Dus je hebt invloeden vanuit Europa, vanuit Amerika, vanuit Azië. Wij waren onder andere op het eiland Negros, waar suiker een hele belangrijke hoofdrol speelt. Dus er wordt ook best wel veel zoet gebruikt. Kip is denk ik het nationale gerecht. Kip en varken, want er wordt ook heel veel varkensvlees gegeten. Ja. En op een fantastische manier bereid. Dus als ik de Filipijnen mag toevoegen aan mijn wensenlijstje culinaire reizen. Ja, van mij mag het, ja hoor. Ja. Dan wil ik daar wel graag een paar maanden zitten. Een paar maanden, een beetje eiland hoppen. Ja. Wat hebben al die eilanden dan ook echt hun eigen... Een beetje hun eigen cultuur. Ja, heel erg. En dat vond ik zo bijzonder ook om te zien. Want echt het zuiden van de Filipijnse eilanden is islamitisch. Mm-hmm. Ook met een wat nare ISIS-invloeden daar ter plekke. Manila is natuurlijk... Ja, dat is gewoon een metropool. Ja. Dat is gewoon een wereldstad. En daar heb je van food markets waar je echt... zijn daar doorheen gelopen met een Filipijnse chef. Nou, je ziet fruit liggen waarvan je denkt... heb ik nog nooit eerder gezien. Je proeft dingen waarvan je denkt... oh, zo hoort dat. Zo smaakt een mango. Moet... Ja. Ik had kilo's in mijn koffer willen stoppen. Echt ongekend. Maar ook streetfood is een heel groot ding. Op Negros, waar wij waren, is dus onder andere... is heel erg bekend om zijn suikerriet... Ja. En om zijn de rumdistilleerderijen zitten daar onder andere. Meer naar het noorden toe krijg je wat meer de Indonesische... en de Japanse invloeden ook. Het is een fascinerend... Ja, ik weet er ook echt heel weinig van. Ik wist er ook Ja, Manila is de hoofdstad. Ik wist dat Marcos daar president was geweest... en dat hij er al een zootje van had gemaakt. Maar daar hield het ook wel een beetje bij op. En wij werden ook op een zondag... rondgeleid door de intramuros, de muren binnen de stad in Manila. En dat is dus een hele stad geweest binnen Manila... die voor een deel nog overeind staat... en ook gespaard is gebleven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar daarbuiten ligt bijvoorbeeld een hele grote Chinese gemeenschap... die gefinancierd is mede door China. Oh, hè? Ja, en het land, de Filipijnen zelf, de
de economie daar draait voor de helft, moet je even voorstellen, voor de helft op Filipijnen die in het buitenland werken. Wow, die geld sturen naar huis. Ja, dus het de is, helft? Ja. Hoe kan dat? Ja, omdat er op de Filipijnen zelf gewoon nog steeds het een zootje is. Even, dit is mijn interpretatie van alles. Hè. Het is geen accuraat beeld waarschijnlijk. En de Filipijnen zijn heel erg dienstbaar. Dat vond ik in het begin echt soort van creepy. Dat ik dacht, nou, ik kan echt mijn koffer zelf al dragen. Maar dat is ook de manier hoe ze naar elkaar zijn. Het is een land dat leeft op gemeenschappen. En dorpen helpen elkaar. En als je de huizen ziet, denk je, mijn god, hoe kun je hier wonen met z'n allen? Maar als je ze vraagt, wat zou je heel graag willen in het leven, is eenvoud een van de antwoorden. Oh ja. En dan denk ik, ja, dat is misschien wel meer rijkdom dan een heel dik huis waar je in woont. Ja, ergens heel weer heel mooi. Ja, ja, en het, dus werken er heel veel Filipijnen ook in Amerika. Want die band is er natuurlijk nog steeds. Ja, ja. Veel mensen in de hospitality, veel mensen in de gezondheidszorg. Maar het is dus een fascinerend land, zowel culinair gezien als historisch gezien, als natuurtechnisch gezien. Want wij waren op Negros, daar staat een vulkaan. Er is oerwoud, er is koraal, er zijn bergen. Je hebt echt alles wat je wil in één eiland. Maar het is ook heel groot, want wij hebben echt vanuit de hoofdstad van Negros 5 uur met de auto gereden naar een resort in het zuiden. En ik kan je vertellen dat verkeerslessen niet zijn meegekomen op de Filipijnen. Ik kan me er voorstelling van maken, denk ik. Ja. Nou, alles is een advies. En een zebrapad is een wegversiering. Dat is een suggestie. Ja. Nou, dat is nog niet eens. Er wordt gewoon niet gestopt. Ik denk als je op een zebrapad wacht tot je overgelaten wordt, sta je er over 3 weken nog. Maar het is echt een fascinerend land. Ja. Zo tof. Gaaf. Ja. Ja, en wat heb je er gegeten? Ik denk chicken adobo zit steeds in mijn hoofd. Dat is echt Filipijns, toch? Dat volgens mij. Dat is typisch Filipijns. Maar de Filipijnen zeggen zelf ook, wij kunnen echt wel meer maken dan adobo chicken. Ja, dat snap ik. We hebben fantastisch Chinees gegeten. Ik heb shiitake gevuld met jacobsschelpen gestoomd gehad. Met een sausje erover, dat ik denk, oh, ik kan hem nog proeven als ik eraan denk. Goddelijk. Ceviche. Mm. En dan met lokale vis. Ja. En met flink wat pepers. En in plaats van limoen gebruiken de Filipijnen calamansis. Dat is een inheemse citrussoort. Mm. Die lijkt op limoen. Maar net een iets andere smaak heeft. Heel lekker. Leuk, grappig. Ja. Varkenswangetjes. En dan heel knapperig gebak en dan een ei erdoor en wat pepers en super lekker. Heel veel rijst natuurlijk. Heel veel rijst, dat geloof ik. Ja. Ja. Het mooiste vond ik ook in Manila in het hotel waar we zaten was een ontbijtbuffet. Nou, het was een ontbijtwereld ongeveer. Met, ik denk, 8 tot 10 verschillende stations met variëren tussen pancakes voor de westerse gasten. En voor de Filipijnen stond er inderdaad alles aan rijst en ramen en wontonsoep. En nou, het was echt, ik vind het zo jammer dat ik geen ontbijter ben. Want ik had daar met plezier alles willen proeven. Alles proeven. Dat is een van de leukste dingen in een hotel, toch? Het hotelontbijt. Gek was dit. Nee, dus het, ja, ik heb eigenlijk op 1 ding na alleen maar goede herinneringen aan het Filipijnse eten. Vet. Nou, ik ga je niet vragen aan de slechte herinnering. Dat hoeft niet. Nou, dat was zeeegel en die was niet goed. Oh, oké. Okay. Oh ja, daar heb ik een paar weken last van. Daar heb je last van. Ja. Dat lag niet per se aan het gerecht, maar lag meer aan het ingrediënt. Ja. Dat was. Hey, en je was daar natuurlijk met Don Papa. Ja. De rum. Ja. Uitgenodigd. Wat heb je gezien? Wat heb je mee? Nou, we hebben het hele proces gezien. En ik vind niks toffer dan achtergrondverhalen bij merken waar ik van mezelf al dol op ben. Ja. Ik ben ooit meegeweest naar het zoutscheppen van Fleur de Sel in Zuid-Frankrijk. Nou, je gaat echt met hernieuwd respect zout over je eten strooien. En rum wordt gemaakt van suikerriet. Wist ik niet. Maar als je op Negros kijkt, zie je alleen maar suikerriet. En we hebben gezien hoe het naar de fabriek werd gebracht. Gezien hoe het daar vermalen wordt. En
dat was heel grappig, want ik denk als je dit in Nederland had gedaan, dat je de arbeidsinspectie op je nek had gehad. Want wij liepen langs de machines waar de hitte vanaf komt. En als je een doodswens had gehad, had je je daarin kunnen storten. Kunnen storten. Had niemand wat kunnen doen. En niks eroverheen, nee. Nee, maar je ziet dus echt firsthand wat het proces is van het oogsten van het suikerriet tot het vermalen, tot het verworden tot suiker. En dan wordt de rum van Don Papa ook nog eens gemaakt van Moscovado suiker. En dat is het restproduct wat overblijft. Op het moment dat het suikerriet vermalen is tot suiker, dat wordt gekookt. En dan krijg je echt een kolkende massa die wordt uitgestort op een plaat. En dan met de hand wordt dat geschept. En dan zie je het tot suiker worden. En dat is een suiker die heel donkerbruin is. Beetje karamellig, een beetje vanilleachtig. Nou, dat proef je dus terug ook in de rum. Maar van de ton suikerriet blijft 100 kilo suiker over. Wow. En van die 100 kilo suiker blijft 4,6 kilo Moscovado suiker over. Moet je heel even bedenken wat dat een proces is. En daarmee wordt dus de rum gemaakt. En we zijn ook in de distilleerderij geweest. Dan zie je dus wat het effect is van de vaten waarop rum ligt op de uiteindelijke smaak ervan. Dus je hebt je basisrum. Nou, die is lekker, die is wat zoeter dan gemiddeld. Maar dat komt omdat je die karamel van die suiker proeft. En vervolgens leg je dat in Oloroso vaten. Of in whisky vaten. Ja, ja. Of in de basisvaten, het Amerikaans eiken. En omdat het zo warm is op de Filipijnen en zo vochtig, is dat rijpingsproces veel sneller dan dat je dat bijvoorbeeld bij whisky hebt. Oh ja, ja. 15 jaar is gemiddeld voor een whisky. Nou, een rum doet daar op de Filipijnen 7 jaar over, omdat het proces veel sneller gaat. Alsnog, hè, 7 jaar. Ja, alsnog. Dat blijft dus 7 jaar minimaal liggen. Moet dat liggen, ja. Dus alsnog, bij, als je bedenkt van riet tot fles, hoe lang dat dus duurt. Precies. Zo'n flesje rum die dat je koopt in de winkel. Dat is dus niet in een week gemaakt. Nee. En het grappige is, bij whisky ken je het principe dat heet angel share. Dat is de verdamping van een deel van de whisky via het vat. Nou, dat is bij whisky geloof ik 2 of 3% of zoiets. En bij rum, omdat het op de Filipijnen ligt, is dat 12%. Dus van iedere liter die er ligt, gaat 100 milliliter gewoon dat verdampt. Is wel weg, ja. En we hebben daar dus inderdaad gezien hoe die vaten daar liggen. En je ruikt gewoon de rum in de rijpingskamers die daar liggen. En ja, het is een fascinerend proces om te zien. En je gaat ook echt met hernieuwd respect kijken naar het product wat je drinkt of waar je mee kookt. Ja, maar dat wat je zegt inderdaad, dat is het mooie van in de keuken kijken. Ja, ook en van de mensen die er werken, dat je denkt de kennis. Precies, en ook de weet je snappen op een gegeven moment. Ik dacht altijd dat een aantal termen die gebruikt werden, zoals Sugarlandia, dat marketingtermen waren. Maar Negros heet in de volksmond Sugarlandia, omdat het 50% van de suiker van de Filipijnen verzorgt. Ja. Dus 50% van alle suiker die op de Filipijnen wordt geproduceerd, komt van dit eiland. En de naam Don Papa klinkt fantastisch, maar is een referentie naar iemand die de opstand geleid heeft tegen de Spanjaarden. Ah, ja. En die man werd Don Papa genoemd. Ja, ja. Dus weet je, en zien dat soort verhalen op zo'n land, op zo'n eiland en in de Filipijnen in het algemeen gewoon echt onderdeel zijn van de historie van een land. Ja, ik vind dat soort dingen echt waanzinnig. Ja, het is meer dan alleen een marketingbureau. Het is geen marketingstunt. Weet je, tuurlijk is dit een rum die bedacht is. Ja, tuurlijk. En pas kort, hè. Het merk bestaat pas 10 jaar. Ja, en natuurlijk is er over nagedacht over hoe je het verkoopt en wat verhaal je gaat vertellen. Natuurlijk. Absoluut. Maar daar is niks mis mee. Juist, als het maar klopt. Ja, dat heb ik met mijn gin natuurlijk ook gedaan. Ja. Je wil een goed verhaal. Ja. Maar het moet wel lekker zijn. Maar het moet wel lekker zijn, het moet wel een goed product zijn. Het moet wel kloppen. En dat zien van, van echt tot het balkon waar het product bedacht is. De hacienda, waar nog steeds suikerriet wordt verbouwd. Tot het uiteindelijk zien waar het ligt te rijpen en het dan drinken. Ja, het is echt te gek. Heel vet. Heel vet. En dan maken we de circus bijna weer rond. Tot vorige week stond natuurlijk ook bij jouw boeklancering. Ja. Cocktails. Wat zat er nou? Want ik kreeg een welkomstcocktail in mijn handen. Dat was de Darker Dawn. Het was echt heel goed. Ja. Met veel pepertjes in. De enige nadeel was, bij de tweede die ik dronk,
Toen, weet niet meer wie het zei, je moet eventjes roeren. En dan gingen die zetten van die hele dunne flintertjes peper zaten erin. Ja, klopt. En zat ik altijd pepertjes uit. Dat was de enige nadeel. Echt de enige nadeel. Ja, nee, het is heel leuk. Ik doe de masterclasses borrelen die ik heb gegeven dit jaar met hen samen. En zij verzorgen het cocktaildeel. En ze konden natuurlijk niet ontbreken op de lancering, want ik heb ook een cocktail in het barbecueboek staan met een van de nieuwe rums. En een dessert, dus de ananas in rum gemarineerd. Ja. En ze hadden tijdens de lancering inderdaad de Darker Dawn. En dat is een, je kent de Dark and Stormy. Nou, daar is dit een afgeleide van. En Michel is een van hun vaste mannen die de cocktails her en der aan de man brengt. Die maakt daar dan weer zijn eigen versie op. Ja. Hij brengt ze trouwens zeer vasthoudend aan de man, kan ik je vertellen. Ja. Want ja, ik mocht niet jou begroeten. Ik mocht ook nog niet naar de wc. Ik moest echt nodig. Ik mocht niet naar de wc voordat ik een cocktail in mijn handen had. Dat was eerst. Dat was het belangrijkste. Mies is echt mijn held. Ik heb 2 keer 15 uur in een vliegtuig naast hem gezeten. En het is de piraat met het gouden hart. Ja, ik moest ook wel lachen. Vond het wel mooi. Het is erg volhardend in het aan de man brengen van lekkere cocktails. En er was iemand anders, ik weet niet meer wie het was. Volgens mij was het Katinka. Die zei, die cocktail, die wat bestelde. En die had ook, ook een alcoholvrije besteld. En zei, hij keek wel heel verdrietig toen je de alcoholvrije bestelde. Ja, hij maakt ze ook met liefde. Hè? Want weet je, ieder moet voor zich weten of hij een mocktail of een cocktail wil. Maar ik moet zeggen, deze rum is wel echt fantastisch in cocktails. Ja. Je kunt er, en dat is ook een van de dingen die wij op de Filipijnen hebben geleerd. Is ook hoe die cocktails bedacht worden. En ook weer de referentie naar de Filipijnen toe en naar lokale ingrediënten. En ja, dat maakt gewoon dat het een totaalplaatje is van een merk waar ik gewoon heel graag mee samenwerk. Ja. En ja, dat is ook de enige manier overigens waarop ik het kan. En terecht, ja. Want anders past het niet. Maar ja, weet je, het was echt een feestje om ze erbij te hebben. Ja, ja, het werkte goed. Ja. Het werkte goed. Ja, zeker. Het was een feestje om ze erbij te hebben. Het was een feestje om jou erbij te hebben. Nou, slechtebruggetjes.nl? Nee, maar ik vond het weer heerlijk. Het was heerlijk. Overigens, en dat compliment ga ik jou dan even meegeven. Ons kind luistert deze podcast. Ja, ze vertelde het op de Ik moest even met klem benadrukken hoe fijn ze het vindt om naar jouw stem te luisteren. Dat is leuk. Lief schat, deze is voor jou. Dankjewel. Dit is Smaakmakers. Mijn naam is Segert van der Linden en je hoorde mijn gesprek met Suzanne Arets, van wie haar 6e kookboek alweer in de winkel ligt. Je kunt hem natuurlijk checken in je lokale boekhandel of check eventjes de linkjes in de show notes. Daar kun je hem ook bestellen. Over een paar weken is Smaakmakers er natuurlijk gewoon weer. Ik zeg het niet vaak, maar als je het niet doet, abonneer je eventjes op de podcast. Hè. Dat kan in Spotify, dat kan bij Apple of in welke andere podcast-app die je ook gebruikt. Podomo mag wat mij betreft natuurlijk ook. Abonneer je op de podcast, want dan krijg je die nieuwe aflevering vanzelf in je feed. In de tussentijd vind ik het altijd leuk om van je te horen. Dat kan het makkelijkste via Instagram, @zegertvdlinde. Daar kun je me vinden, kun je me berichtje sturen, kun je reageren. Vind ik altijd leuk. Op Facebook mag dat ook, Smaakmakers Podcast. Moet je dan even opzoeken. Zoals gezegd, over een paar weken is Smaakmakers er weer. Hopelijk jij ook. Tot dan!